Dit is de straatweg in Rijsoord, tussen de Geerlaan en de Lagendijk. Hier op nummer 147 en 149 was de handel in groenten en fruit van Dirk de Waard. Daarvan is bekend dat hij op de Barendrechtse groenteveiling inkocht en verkocht aan de handelaren op het Noordplein in Rotterdam. Het was dus een groothandel en moet een vrij groot bedrijf zijn geweest. Want in de film zijn er verschillende vrachtauto's en zelfs twee benzinepompen te zien. De man met de sigaar is Dirk de Waard. Eén van de auto's rijdt achterom, met mijn tante Bets op de treeplank. De kisten worden gelost en naast de wagen staat mijn oom Wim om het touw op te schieten. Ook hier komt opa Dirk even kijken, maar wordt door mijn moeder meegenomen voor de koffie. Ik ben Bas van Es, kleinzoon van Dirk de Waard en heb deze film uit de jaren 30 laten digitaliseren en zit nu bij Bas Romein om het commentaar in te spreken. In het tuinhuisje ligt mijn tante Truus op bed omdat ze een spierziekte heeft. Het is een zogenaamd TBC-huisje, dat in die tijd veel gebruikt werd voor de ziekte tuberculose. Die ziekte is nu vrijwel uitgebannen, maar toen was er nog geen goede behandeling voor deze besmettelijke ziekte. Daarom was buitenlucht en zon hiervoor de gebruikelijke therapie. Dus ook voor de spierziekte van mijn tante zal er wel geen andere therapie geweest zijn. Oma en opa gaan daarom gezellig bij mijn zieke tante Truus in het huisje koffie drinken. Mijn moeder en tante Bets komen er ook bij, waarna de hulp in de huishouding de koffie inschenkt. Mijn moeder heeft een modeopleiding gevolgd en was altijd bezig met haar kleding. Ook heeft ze nog bij het modehuis Verschoor op het vlak in Barendrecht gewerkt. Na de koffie maakt tante Truus aan de hand van oma nog een voorzichtige wandeling door de tuin. Maar helaas is zij op 22-jarige leeftijd overleden.